uit Chiang Mai. Hebben een paar dagen bot zitten beleven. Waarin soms een dag leek te bestaan uit drie volledige dagen. Omdat je zoveel vette dingen aan het doen bent, ons overkomt. Onverwachts, leuk, spannend. Een paar van de hoogtepunten waren wel de discotheek met alleen maar Thai en twee bepaalde Hollanders. Vet gezellig. De dans in. Fles met zang zonder zo in onze bakjes gezet, hier in zuipen. Oké. En uiteindelijk pak ik zelf de fles. Ik ben niet helemaal zeker. En toen werd het wel een beetje, oké, afdraaien nu. Ja, toen moesten we op een gegeven moment maar naar huis. Leek ja, ons verstandig. Toen gingen we roken in een rookruimte en hij kwam letterlijk binnen gerold. Hij was fijn. De dag daarna zijn we gaan ziplinen. Dat was bot. Zo dope. we dachten dat we het allebei wel een beetje spannend zouden hebben. Met knikkende knietjes en dunne kak in de broek. Maar dat was eigenlijk zo chill en ontspannen en superleuke begeleiders. Alleen maar grapjes maken. Chiang Mai, top. Hele goede vibe. En toen zijn we gisteren terug aan Thailand, ga ik wat langer naar Chiang Mai, denk ik. Dan denk ik dat ik een volle week zou doen. Daar weer volgens goede vibe, goed vervoer. Je springt wel in een Songtao, je spreekt niks af en het is gestandaard 30 baht. Halve euro, ongeveer. Ja. Nou ja, goed. We hebben brommen gehuurd Chiang Mai. Zijn we gisteren ongeveer 6 uur durende tocht met 752 bochten en heuvels en afdalingen. Enorm aan de scheiterij. Gaat hartstikke goed. Oh, ja, ik heb daar geen mening over. Het zijn scheiterij, heb ik niks mee te maken. We gaan zo een lekker regenbuitje krijgen. Aarspeldbochten, de een na de ander. Ja. Kriskras. En dan kom je aan in Pai, ten noorden van Chiang Mai. Een hippie dorpje. Een heel klein hippie dorpje eigenlijk. Klein mooi centrum, allemaal ambachten, leuke barretjes, goede live muziek zowaar. De voertaal is hier Nederlands. De voertaal is hier wel een beetje Nederlands. Het is echt de eerste keer dat we echt denken, tering op elke plek. Nou, ik bevorder het ook wel een beetje. Dus vandaag dacht ik, jullie krijgen allemaal maar de hik. Waar Feyenoord is, ben ik. Tijdens een hike. We zijn namelijk nu in de canyon. Pai Canyon. Maar ik durf het niet aan. Ik stond erop en ik heb 3 meter gelopen en ik ging op zo'n smal paardje. Dacht ik, en dit moet ik dus nog wel een half uur gaan doen. En ik schijt nu al bijna mijn broek. Ah, ik vind het fucking eng. Ik trek het echt heel slecht eigenlijk. Nee, sorry, maar ik rest al een keer. Kijk, het voordeel was, ik had een mango shaky, dus ik was wel shaky, maar niet zo shaky. Dat maakt ook alleen maar omdat het canyon. Omdat het canyon. Maar goed, desalniettemin, ik hoop dat jullie hier wat van meekrijgen. Dit is stunning. Ik denk dat we hem zo gaan aftaaien.